Een hele goeie morgen. Hij moet al lachen als ik dat zeg. Het is morgens in bed ook altijd, overigens. Wat wil je vertellen? Wat wil je vertellen? Wil je lekker aan het spelen? Ja, hè? Zo lekker aan het spelen. Ik heb het hekje heel even dicht gemaakt, want ik loop tussendoor naar boven toe en dan ruim ik weer op en dan ga ik weer naar beneden toe. En dan ben ik eigenlijk de hele tijd wel bezig. En hij is gewoon lekker aan het spelen. Ik ga ook zo zijn fruithapje maken. Hij was vanochtend gelukkig op tijd op, dus ik hoop wel dat hij in ieder geval zijn ritme aan weer gaat houden. Maar ja, dat is eventjes nog de vraag. Gisteravond heeft hij ook gehuild en gedaan, maar ja, hij is uiteindelijk toch in slaap gevallen. Dus ja, het zou wel goed zijn. Vandaag belt als het goed is de chirurg om heel eventjes door te bespreken hoe en wat. En ik heb echt het idee dat de botox aan het uitwerken is. En daar heeft Jordi ook last van in zijn eetpatroon natuurlijk, want ja... Het is allemaal één geheel, dus het werkt allemaal met elkaar. Kan niet zonder elkaar. Dus ja, daar ga ik ook eventjes met de chirurg over hebben. Want ja, ik denk echt dat de botox er gewoon weer bij moet. Want ja, het is gewoon allemaal wat slechter aan het gaan. En niet dat hij overdreven last overal van heeft. Maar voordat hij dat wel krijgt, wil ik gewoon dat... Dat het bekeken is. En ook sowieso voor mijn bevalling wil ik dat hij gewoon lekker gewoon zijn ding kan doen. En ja, ik wil niet dat als ik bevallen ben dat hij nog naar het ziekenhuis moet. Hij moet ook gewoon lekker kunnen genieten. En gewoon zijn dingetjes kunnen doen. En ja. Dus ja. En als het moet, dan moet het natuurlijk. Dan splitsen we ons eigen op in weet ik het hoeveel keren dat we het kunnen. Maar... Ja, dat is in ieder geval een beetje het ding waar we mee zitten. Ik wil niet dat hij daar zo'n buikpijn krijgt dat hij gespoeld en alles moet worden. Omdat, ja, omdat de botox er nou niet in gaat, bij wijze van spreken. Ik heb wel echt het idee dat die botox hem geholpen heeft tot nu toe. Dus we gaan het gewoon even allemaal zien hoe het loopt. Maar goed, ik ga even zijn... Ik ga zo even zijn fruitje maken. Ik moet even naar de tijd kijken. Ik ga zo even zijn fruitje maken. En ja, dan krijgt hij lekker fruitje. En dan uiteindelijk kan hij naar bed. En dan kan ik verder hier. Jordi heeft net zijn flesje op. En die is nu een beetje aan het dommelen. Zover je dommelen kan noemen. Goed zo, een lekker boertje. Ik heb ook de chirurg gesproken inmiddels aan de telefoon. En volgende week komt er gewoon botox bij. Ze zei ook van, dit zien we vaker bij kindjes met Down en Heersprong. Dus ja, als hij op een ontspannen moment nog gewoon zijn ontlasting heeft, is het goed. Maar hij moet wel gewoon scheetjes en alles blijven laten. En dus het is belangrijk dat we dit toch nog gaan behandelen. Dus hij krijgt gewoon aankomende, volgende week donderdag, krijgt hij gewoon ook botox erbij gespoten. Dit omdat gewoon, ja, voor Jordi gewoon beter te doen is. Hé jongen? Ja. Lekker sticky. Ja. En ja, ook gewoon zijn voortgang en alles. Stel dat nou zo is dat het in één keer gewoon helemaal gestopt is met werken. Want nu werkt het nog een beetje. Als het dan helemaal gestopt is met werken, dan kan ook zeg maar zijn vooruitgang die hij nu heeft geboekt, kan dan ook in één keer stagneren en stoppen. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus ze zegt van alles bij elkaar gezien en gerekend, heeft hij gewoon die botox gewoon nog een keer nodig. Dus gaan we dat gewoon doen, hè. Dus volgende week heb jij een dagopname. En dan krijg jij... Gaan ze kijken naar jouw wondje. Naar je litteken. En dan gaan ze kijken naar jouw kontje.
En dan doen ze botox inspuiten. En daarna mag je weer gewoon naar huis met papa en mama. Ja, dan mag je gewoon weer naar huis. En de vorige keer had je het super goed gedaan. Dus dat ga je nu ook weer doen, hè? En dan kun je weer scheetjes laten. Ja. En nu is het gewoon, hij laat wel scheetjes, maar het is niet. Het zijn geen scheetjes, zeg maar, die hij eerst liet. Het is echt in een week, anderhalve week tijd, is het gewoon bergafwaarts aan het gaan. Ze vroeg ook van, bedoel je nu te zeggen dat het niet houdbaar is? Ik zeg, nee, dat is het hem niet. Ik zeg, het is nog wel houdbaar. Ik zeg, ik kan het gewoon nog tot volgende week volhouden. Ik zeg, hij heeft gewoon wat meer buikpijn nu. Ik zeg, dat is gewoon niet de bedoeling. En dan was ze het helemaal mee eens. Dus ik ben blij dat de chirurg heel goed naar ons luistert als ouder zijnde. En ook daarin meedenkt en gelukkig ook de ervaring heeft om om bepaalde informatie dus te kunnen geven. En tips te kunnen geven enzovoorts. Dus ik ben een blije mama. Het is heel stom dat ik hier blij mee ben, maar uiteindelijk helpt het Jordi beter. Dus dan ga ik hem in slaap wiebelen. En dan gaat hij lekker een beetje toe. Ja, lekker slaap wiebelen. Ja, slaap wiebelen. Mama een beetje donker gemaakt hier, hè? Ik dacht, dan kun je daar lekker slapen. Niels is inmiddels ook thuis gearriveerd. We hebben al gegeten en alles. Ik ben nu nagels aan het doen van mijn moederke. Die gaat op vakantie, dus moet ze net de nagels hebben. En Jordi zit lekker te spelen in de box. Dus al met al moet ik eventjes nagels mooi maken. Nou, de nageltjes zijn inmiddels alweer klaar. En Jordi ligt al even lekker op bed. Maar hij was huilend wakker geworden. Hé, toch. Hij had wel buikpijn, toch? Ja. Dus had hij een paar scheetjes gelaten. En, hij was wel lekker rustig. Ja, hij was gewoon. Toen hij wakker werd, huilde hij wel. Ja, maar net. Ja, toen hij eenmaal de scheetjes gelaten had, was het goed. Dus volgende week gewoon afwachten. Ja. Dus, maar goed. Ik ga lekker mijn bedje in. Ja, ik ook. Oké. Dus bij deze wel trusten. Wel trusten. Zo. En dan zeggen we... Een hele goede morgen. Wij zijn al door de regen geweest. Hebben al boodschapjes gedaan. Ja. En dan gaat Jordi even spelen. En dan gaat hij fruitje eten. En eventjes zorgen dat hij droog is. Jordi heeft nu lekker zijn flesje. Heeft hij al bijna op. En dan gaat hij zo lekker slapen. Hoop ik, denk ik. En dan ga ik zelf heel eventjes eten. En dan is het alweer middag. Ja. Dus dat gaan we doen. Jordi is inmiddels wakker. Hij heeft zijn middagdutje. Hij heeft zijn middagdutje gedaan. Nou jongen.
Had je lekker geslapen? Hij is wel weer vroeg wakker, dus wat de reden precies is, weet ik niet. Oh, is dat de reden? Oké. Echt waar? En toen? Oh. En nu? Hij moest jullie even allemaal een kusje geven. Maar goed, ik ga hem even uit bed halen en even lekker met hem kroelen. En dan, ja, gaat de dag weer verder voor jou, hè? Ja. Dan zeggen we, Jordi heeft zijn soepie gehad en heeft gespeeld. En hij is eigenlijk heel de tijd al een beetje chagrijnig, want hij was aan het acrobaten. En toen deed hij een stapje verkeerd zetten en toen rolde hij om. En toen had hij dit hier. Ja, hè toch? Ja, en nou is hij een beetje zeurderig daarvan. Dus dan moet mama hem troosten. Ja, ja. Ja. Kleine zeven komt. Maar goed. Ik heb toch nog eten kunnen koken. Dus dat staat nu in de oven. We eten burrito's uit zo'n pakje. Ik denk dat is makkelijk. En Jordi eet ook zoiets. Maar dan eigen creatie met rijst. Hé, jongen. Ja. Oh, mag dat niet? Mag ik niet jouw haartjes aaien? Om jouw haartjes aaien. En papa komt zo thuis. Ja. Maar hij is dus een beetje aan het acrobaten geweest. En dat pakte een beetje verkeerd uit voor hem. En op dat moment was hij chagrijnig. Was je chagrijnig, jongen? Ja. En had hij hier een rood vlekje. Nou ja. Er gebeuren wel eens ergere dingen, hè? Ja, er gebeuren wel eens ergere dingen, hè? Waarom pak je mama... Er kijken mensen mee. Jordi, je gaat er vol in. Dat hoeft toch niet? Nee, het is een beetje kwijlen. Nee, je hoeft geen gullingen te tellen. Nee, Jordi. Nee. 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 Dat is niet nodig. Je mag gewoon zo liggen van mama, maar je hoeft niet allemaal in de mond te trekken. Nee. Ja, soms krijg je je zin nou helemaal niet, hè. Je kan niet altijd je zin hebben. Nou, dit is dus al de hele tijd. Maar hij heeft ook kort geslapen. Dus hij is gewoon wat chagrijniger. Ja. En hij had ook een beetje buikpijn vandaag. Want zijn scheetjes komt hij niet kwijt. Dus dat is gewoon nou eenmaal zo. Sst. Hij slaapt al. Hij was zo moe. Niels heeft hem straks in bad gedaan. En ik heb hem zijn tanden gepoetst, ben hem nu dan zijn flesje aan het geven. En hij is al noekie. Ja. Niels is eventjes weg, die is even naar een vriend van hem. En ja. Ik ga hem even verder zijn flesje geven en zorgen dat hij daar lekker zijn bedje in gaat. Dat hij lekker in slaap komt en dat hij lekker hopelijk eens een keer gewoon doorslaapt. Dat is beter ook voor zijn buikje.
En die is lekker in ons bedje. Jo, die slaapt nog steeds. En dat willen we graag zo houden. Please. En wij gaan deze ups en down ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten allemaal. Welterusten.